De lente komt eraan en dat betekent dat het land weer bewerkt wordt en dus ook bemest. De Limburgse Land- en Tuinbouwbond, LLTB, plaatst op haar website een oproep van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding om goed op de kunstmest te letten. Het is goed dat we er nog eens op gewezen worden, want ja, agrariërs zijn zich daar toch niet zo van bewust dat het ook een gevaar zou kunnen zijn. Het kan zijn dat er een telefoontje komt van de leverancier van hey, vandaag komen we kunstmest leveren en normaal staat hij misschien 1 of 2 dagen op het erf. Maar dat hij dan denkt van, oh jee, oké, ik moet het meteen even naar binnen zetten. Dat zijn vaak van die kleine dingen die wel helpen in de bestrijding van terrorisme. 4 balen van 600 kilo kunstmest. Daarmee kun je zeker wel een flatgebouw opblazen. Het staat hier in de loods van Johan Gerards, aardappelboer. En die loods is niet echt zwaar beveiligd. Ik denk dat het goed is dat we attent worden gemaakt, dat dat leeft en dat dat blijkbaar wordt gebruikt daarvoor, voor die misdaad. En dan denk ik dat het heel verstandig is dat we er allemaal even attent op zijn. It's like a war zone down there. Dit zijn beelden van wat een autobom aanrichtte in Oklahoma City. En dit is Oslo, 4 jaar geleden. In beide gevallen was kunstmest de basisgrondstof. Producenten en handelaars zijn vanwege het potentiële gevaar van kunstmest meestal goed beveiligd, zoals dit bedrijf in Born, waar kunstmestkorrels een behandeling ondergaan. Het bedrijf moet aan allerlei richtlijnen voldoen. Niet iedereen kan hier bijvoorbeeld zomaar kunstmest kopen. Nou, we verkopen niet aan particulieren. We verkopen ook niet contant. Dus we verkopen alleen aan geregistreerde bedrijven. Dus op het moment dat er een potentiële klant iets wil kopen, dan wordt altijd gecheckt wie dat is en wat het is. Boeren kunnen ervoor zorgen dat de levering van kunstmest gebeurt net voordat ze gaan bemesten. Dan is er geen langdurige opslag nodig. Maar ze kunnen hun schuren natuurlijk niet gaan beveiligen met hekken en met hoogspanning. Ja, dat is nog niet zo op dit moment. We hebben nu, het is gewoon een slot. En natuurlijk, als je wil inbreken, kom je er wel binnen. Zo is het wel. En dat merken de boeren in Limburg. Want de laatste jaren is diefstal van diesel- en landbouwwerktuigen flink toegenomen.